Ik heb het nooit geloofd. Maar nu achteraf kreeg ik toch ergens een klap voor mijn kop. Ergens een erge, echt. Abe Jonker en Lydia van der Gracht woonden 42 jaar naast de Van Gent-kazerne in Rotterdam. De plek waar het Amerikaanse militaire distributiecentrum had moeten komen. Ruim een maand geleden werden ze uit hun huis gezet en meer dan 100 bomen zijn er gekapt. Ik heb hier ontzettend veel investeerd. En ik was 's morgens en 's avonds was ik hier bezig en ineens, ja, wat doe je eraan? Niks. Wethouder Karakous heeft geen goed woord over voor het besluit van de Amerikanen, want Rotterdam voldeed aan alle voorwaarden. Wij zien ook geen enkele reden dat de Amerikanen de stad, zeker het land, gaan verlaten. Want alles was, wat mij betreft, alles was geregeld, conform de afspraken. Het distributiecentrum is verantwoordelijk voor het transport en de havenoverslag van Amerikaans legermaterieel voor Europa en Afrika. Het centrum zit nu in Capelle aan de IJssel, maar die locatie voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Rotterdam tekende een half jaar geleden het nieuwe huurcontract. En op de website van architect Frans Ziegler is het ontwerp zelfs al te bekijken. Wij vinden wat de Amerikanen nu doen onterecht is, onzorgvuldig. En dan vind ik dat je ook als stad en zeker als wethouder de schade moet indienen bij degene die het veroorzaakt. En dat zijn in dit geval de Amerikanen. Die hebben een keuze gemaakt, naar mijn mening onbegrijpelijke keuze. En dat betekent dus dat wij de schade gaan indienen. Hoeveel wordt op dit moment onderzocht, maar het gaat waarschijnlijk om enkele miljoenen euro's. De Amerikanen konden vandaag hun besluit niet voor de camera toelichten. De alternatieve locatie in Duitsland zou een stuk goedkoper zijn en dichter bij de opdrachtgevers. Voor Abe Jonker en Lydia van der Gracht is het in ieder geval te laat. Nee, dan, nu ga ik hier niet meer kijken, want de boel, je moet, hoe wil je het allemaal weer oplossen? Nee, het is nu ga ik hier echt niet meer terug. Nee, echt niet.